Iedereen. Nee, maar precies daarom vraag ik mij wel eens af. Want jij blijft dat altijd heel trouw doen. Ondanks inderdaad mensen die daar soms helemaal gallisch van worden en dat vervelend vinden. Ja. En misschien ook wel jaloers zijn op dat lichaam of wat dan het resultaat is. Maar als jij zegt de 50 allerbeste tips voor een fit en vitaal leven. En dat gaat dus niet daarom. Nee. Hoe omschrijf jij je leven dan eigenlijk? Nou, kijk, die tips, daar heb ik gewoon gekeken in die 50 jaar. Wat zijn nou de dingen waar ik het meest aan gehad heb? Op het gebied van slaap, op het gebied van beweging, op het gebied van eten. Time management, weet je, stress management. Ja, maar aangehad heb om wat? Als je van wat is dan? Om gezond te zijn. Om fit te zijn. Normaal slaap je al 2 uur, man. Hij is hartstikke laat op nu. Ja, dit is wel mijn bedtijd. Ja. Het is echt bedtijd. Het is gezond als je niet gespierd. Nee, een lichaam, spieren, is een gevolg van hoe je leeft. En niet het doel. Okay. Dus kijk, een gezond leven gaat over. Kom ik thuis aan het einde van een lange werkdag en mijn kinderen zeggen, pap, zullen we nog even? En dan kan ik ja zeggen. En het zorgt ervoor dat ik de energie heb om alles uit het leven te halen. Mensen zouden meer na moeten denken eigenlijk over wat heeft mijn leven nodig aan sport en ondersteuning? Weet je, zit ik veel? Zitten we 9 uren per dag in Nederland, hè? Ah, dan moet ik een sport kiezen die dat compenseert. Heb ik veel stress? Ah, dan moet ik een sport kiezen die dat compenseert. En niet zozeer een bepaald lichaam nastreven. Dat is gewoon een gevolg. Oké. Okay. Ik pak even een paar dingetjes eruit. Dat zijn er 50, dus we kunnen ze niet allemaal langslopen. Natuurlijk. Nee. Ik zag iets. Tip 1 was wees nieuwsgierig. Ja. En daar stond ook bij iets waar je zelf, zo zei je, ook moeite mee had gehad in het begin. In de spiegel iets tegen jezelf zeggen. Ja. Ik heb daar ook heel veel moeite mee. Maar jij zegt het even. Ja, weet je wat het is met wees nieuwsgierig? Soms kom je dingen tegen en denk je, oh, het is een beetje gekkig. Mondtapen of inderdaad die manifestatie. Die stond er niet in trouwens, de mondtape. Nee, die... Ja, is die van teruggekomen? Nee, zeker niet. Nee, dat is echt fantastisch. Ja. Maar waarom staat er niet in dan? Ik denk dat hij wel bij doe-ademwerk staat. Omdat je mond filtert je lucht. Dus het is heel logisch dat je dan beter ademt als je door je lucht of door je neus ademt. Maar waar je het net over had, dat gaat eigenlijk veel meer over die tips. Die wil ik mensen aanreiken, zodat ze zelf kleine aanpassingen kunnen maken in hun leven. Mm-hmm. En het is niet zo. We denken heel vaak bij sport en gezondheid, oh, het moet groot. Ik wil 6 keer naar die sportschool. Ik wil elke dag gezond eten. Maar dit boek gaat veel meer over, hoe kan ik nou kleine aanpassingen maken in dat leven om het geheel te veranderen. Want kleine aanpassingen leiden tot grote resultaten. Ik zag er veel dingen in staan die best wel makkelijk toepasbaar zijn. Ik dacht, nou, daar kan ik nog wel wat aan hebben. Eentje had ik wat vragen bij. Ik gebruik dat namelijk helemaal niet. Maar ik las laatst dat de gemiddelde Nederlander voor €80 per jaar aan supplementen bestelt. Mm-hmm. Dus dat kunnen vitamines zijn, mineralen, weet ik het wat. Ja. Daar heb jij ook een tip voor. 43 is het, geloof ik. Ja. Alleen, daar is nog wel eens wat discussie over. Je hebt ook wel online wat discussie erover gehad. Ja. Je hebt dan die wetenschapsjournalist Adriaan, Sham Adriaan. Jullie mogen elkaar geloof ik niet heel erg, maar daar zit een soort... We kennen hem eigenlijk helemaal niet. Ik weet wie het is, hoor, maar we kennen elkaar niet. Maar het is, kijk, ik ben een leek, dus ik lees dan wat jij zegt in het boek van, nou, heel veel mensen kunnen dat wel gebruiken. Dat zou echt een toevoeging zijn. Maar als ik dan, laten we zeggen, de onderzoeken lees en kijk naar het RIVM, dan zeggen ze, nou, eigenlijk 98% van de mensen heeft helemaal geen extra mineralen en vitamines nodig. Het riskante is, ik werk met Vondelgym bijvoorbeeld samen met de ziekenhuizen. Ik werk persoonlijk samen met artsen. Dus ik vind de medische wetenschap, de medische wereld, is onmisbaar. Dat staat voorop. Dat is echt heel belangrijk, dat je niet in zo'n debat tegenover die wereld gaat. Ah, maar jij zegt iets wat dus wel tegenover hun zegt. Nee, maar daar zit je fout. Nou, moet je uitkijken. Het zijn wij in onze welvaartssamenleving... Ik heb het ook wel eens meegemaakt, op een gegeven moment beukte je zo. Nee. Kijk, wij hebben een welvaartssamenleving waar er dus inderdaad af en toe wel huisartsen te vinden zijn die de barricades opgaan omdat de burger zijn gezondheid te serieus neemt. Maar wat daar vaak gebeurt, is dat mensen gestopt zijn de ontwikkeling in de wetenschap te blijven volgen. En nog steeds denken dat bij een ideaal dieet, met voldoende beweging, met voldoende zonlicht elke dag, mm-hmm, met een goede stressmanagement en heel goed en gevarieerd en vers eten, dan zouden de meeste supplementen overbodig zijn. Ja. Maar de realiteit in al onze levens is natuurlijk dat er wel stress is. Dat we niet elke dag vers en gevarieerd eten. Dat we niet voldoende bewegen. Maar zeg jij dat ik probeer... Dus, Dit is natuurlijk... Kijk, de mensen bij het RIVM die gaan niet uit van een soort ideële werkelijkheid. Maar het RIVM zegt hier niet zoveel over. Er worden in kranten af en toe... van de Wageningen Universiteit die zeggen allemaal... Maar de wetenschap is er duidelijk over. De wetenschap is heel duidelijk. In Nederland hebben we niet genoeg zonuren. Vitamine D is in Nederland onmisbaar. Ja. En dan heb je in de meeste diëten een tekort aan omega's. Magnesium, dat kan je bijslikken, eventueel. Magnesium is helemaal geen tekort aan lezen. Ja, ik citeer alleen maar wat ik lees. Maar het is dus niet onmisbaar. Kijk, supplementen moet je zo zien. Als je ze neemt,
Er zijn een paar dingen die je nodig hebt. Vitamine D, nou, dat hebben wij in Nederland natuurlijk nodig, want er is hier niet zoveel zon. Ja? En dan kan je gaan kijken, hoe kan ik in mijn leven optimaliseren? Het is niet zo dat als ik geen omega-3 krijg, dat ik sterf. Ja. Maar kan wel verbetering aanbrengen. En daar moeten supplementen over gaan. Wat zijn de dingen die je echt nodig hebt? En wat zijn de dingen die eventueel nog een voordeel kunnen creëren? Maar het belangrijkste is dat je uitgaat van een situatie die de realiteit is. Ja, ja. Niet van een ideale mogelijkheid. Maar je zegt daarmee indirect wel, de mensen die dus schrijven van het RIVM, van de voedingswetenschappers, van de Wageningen Universiteit. Maar noem er eens één. Nou, ik heb hier een heel artikel. Als je het echt wil, heb ik dat artikel uit het AD van afgelopen even kijken, najaar. Even kijken. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan de Wageningen Universiteit. Het merendeel van de verkoop van supplementen is pure handel, stellen wetenschappers. We zijn niet gebouwd om afhankelijk te zijn van pillen. Als dat zo was, waren we lang uitgestorven. Want vroeger leefden mensen op een veel kager dieet. Dat is er één. Janneke Verkaai Kloosterman van het RIVM. Maar dat is een echt een mooi punt. Want daar zeg je dus eigenlijk niet. De situatie qua eten is veranderd. Vroeger hadden we minder nodig. Vroeger hadden we ook veel minder beweging nodig. Omdat we naar ons werk liepen, we stonden werkend. Er was veel meer activiteit. We zaten niet 9 uur per dag. We hadden minder stress. Dus al die dingen waren minder nodig dan nu. We leven nu een leven met stress, met heel veel afleiding, maar dat met weinig slaap. Maar ik kan me niet voorstellen beweging. Dat deze mensen dat niet snappen. Nee. Als ik noem er nog eentje hoor. Als je gezond en gevarieerd eet, hebben de meeste mensen geen extra vitamines nodig, stelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het voedingscentrum. Maar kijk, weet je, kijk, 98% van Nederlanders, ik maak hem even af, maar die niet in een speciale Brenzen, categorie valt, luister heeft niet nou eens meer goed, nodig. Voordat we het hele gesprek hierover hebben in plaats van over het boek. Wat zonde is, want het gaat juist om. Vind ik ook, maar jij zei, noem iemand die dan... Die nou, nee, maar wat zo jammer is aan dit soort retoriek, is dat wij dan in het debat komen, dat jij 3 wetenschappers noemt en ik 3 wetenschappers. En wat je dan krijgt is, tegenwoordig kun je elk argument kun je staven met onderzoek. Ja, ja. Dat weet je zelf ook. Dus zelfs jawel, tegenstrijdige dingen... Er is natuurlijk dingen. Altijd een verschil tussen de wetenschappelijke consensus of ergens... Ja, maar als een professor van Stanford, bijvoorbeeld Andrew Huberman, een professor op Stanford het zegt, is die dan minder gespecialiseerd dan deze mensen? Ja, ik kan het niet goed beoordelen, maar ik nee, maar waarom hebben we het er dan over? Nou ja, als zegt de wetenschappelijke consensus. Er is een verschil tussen wat maar de meeste... Maar er is geen consensus, daar gaat het juist over. Ja, is dat zo? En dat maakt dit gesprek zo interessant. Is er geen wetenschappelijke consensus hierover? Over nee, de toegevoegde waarde van supplementen? Vind je dan ook niet dat in het algemeen dat we wel kritisch mogen zijn op voedingssupplementen? Tuurlijk. Dat je je wel kan afvragen, als ik gesprek... goed eet, hoef ik het niet te kopen. Maar wie eet er goed, zo goed, dat je niks hoeft... Kijk, en waar dit eigenlijk over gaat, is de kritiek. De kritiek op bedrijven die commercieel zijn. Mm. Dus de kritiek is eigenlijk, je mag iets dat over gezondheid gaat, mag je niet commercieel marketen. Dat is een kritiek. En daar kun je het over hebben. Maar er is geen consensus over dat je bijvoorbeeld omega-3 niet zou moeten slikken. Of dat als je geen vlees eet, dat het handig is om B12 bij te slikken. Ja, maar wat je bijvoorbeeld zegt over magnesium of zink, daar is niet een consensus over dat we dat extra moeten innemen. Dat hangt van je persoon en je leven af. Ja, en dat maakt dit zo gecompliceerd, dat wij hier aan tafel bijvoorbeeld al 5 hele verschillende levens hebben, met dus ook verschillende behoeftes. Ja. Moet je het dan niet eerst laten meten voordat je daar een mededeling over hebt? Zou ik wel doen. Als je gewoon je bloed laat testen, dan kan je gewoon wetenschappelijk meten of je magnesium tekort hebt. Zou ik absoluut doen, maar deze heksenjacht... Ja, dat vind je echt een heksenjacht? Ik vind het een heksenjacht, ja. Tegen jou? Nou, omdat ik denk, wij wonen in een welvaartssamenleving. Waarom richten we onze pijlen niet op de organisaties en de bedrijven die ons ongezond houden? Ja, dat ben ik met je. Die al die... die superbewerkte voeding de wereld in slikken. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding. Je kunt natuurlijk heel lang twisten of je een aantal supplementen wel of niet moet nemen die op zich niet schadelijk zijn als je wel neemt. Maar je kunt denk ik ook veel beter aan die andere kant gaan kijken. Wat stoppen we allemaal in? Vooral in kinderen die allemaal obesitas hebben, die diabetes, ouderdomsdiabetes hebben op jonge leeftijd. Nou, de wat stoppen dat we voor ellende daar allemaal is in? Is dat er is gewoon Europese wetgeving over... de waarde in deze supplementen. Daar is gewoon wetgeving op. Ja, nee, precies. Dus iedere keer dat er toch weer mensen gevonden worden die daartegen ageren, omdat ze het belangrijk vinden dat de mensen hun gezondheid niet te serieus gaan nemen. Nou, dat vind ik ook. Het voedingscentrum is niet een paar mensen gevonden die ertegen ageren, toch? Maar wat zegt het voedingscentrum dan? Nou, dat heb ik je net voorgelezen. 98% van iemand van Wageningen. Nee, daarna haalde ik iemand aan van het voedingscentrum. En van het RIVM. Wieke van der Vossen. Vind je dit niet zonde? Ik vind het zonde, maar ik wilde één vraag van maken. Ik dacht misschien, je zegt, nou ja, dat... Je bent kan zelf ook, zeggen, ook fel, hoor. Ja, je gaat er zelf diep op in. Ik ben ook fel, omdat ik denk, van, wij gaan dan nu een artikel erbij halen waarin 3 mensen zijn opgevoerd,
Waarom zijn er niet ook nog andere mensen opgevoerd? Waarom heb je niet de artikelen van Andrew Huberman, van Suzanne Soberg? Ja, maar Arie, als iemand van het voedingscentrum dat zegt, dan vindt dus het voedingscentrum vindt dat. Dan is niet dat één iemand en de rest daar vindt het niet, toch? En daar werken gewoon de experts in Nederland op dat gebied. Dat mag ik als leek en consument aannemen. Ja, maar het voedingscentrum is ook de eerste die altijd zegt, wij zijn van de veilige weg. Maar hoe komen jullie nou uit? Anders gaan jullie maar even je achtergrond Het voedingscentrum loopt bijvoorbeeld nooit voorop. Dus waar de wetenschap al is, zal het voedingscentrum, en dat is heel goed ook trouwens, zal altijd veilig zijn en altijd voorzichtig adviseren. Ja. Terwijl de wetenschap al hier is. En dat is denk ik wat hier vaak fout gaat. Er zijn mensen die ver in de voorlinies lopen van de wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja. En die zijn al veel verder dan dit soort artikelen. En het is gewoon zonde om het daarover te hebben. Nou, kapper eens, hè? Nee, maar de strijd... De reden dat ik er fel over word is dat de strijd ligt ergens anders. Je kan je pijlen richten op organisaties die commercieel... Ja. Die commercieel uitbuiten dat je supplementen nodig hebt. Nou, tuurlijk kan je daar je pijlen op richten. Je bent zelf uit een bord van een supplementenorganisatie. Maar je kan ook je pijlen richten op al die organisaties die de samenleving ongezond houden. McDonald's. Wij hebben meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Ernstig overgewicht. Ja. Wij zitten meer dan 9 uur per dag. Ja. Weet je hoeveel kinderen depressief zijn? Nou, dat zijn allemaal klachten. Ik dacht, naar dit boek, je had er 49 tips van gemaakt. En dan hadden we een heel ander gesprek gehad. Ja, nee, ik vind het zonde. En dat is een stuk, maar ik vind het zonde. Ik had ook in bed kunnen liggen nu. Maar je doet het zelf. Nee, maar omdat ik er fel over word, omdat ik het te makkelijk vind. Wat vind jij zelf de beste tip die erin staat? Nee, maar omdat ik vind het zo jammer dat je niet gewoon gaat kijken altijd... waar kunnen we positief bijdragen aan gezondheid. Ja, maar dat is duidelijk, Arie. En nu richten we onze pijlen op. Laat het los. Maar je hebt het al... Oké, Maxime. Dat vraagt Maxime. Wat is de beste tip die je geeft in het boek? Je hebt gelijk. Dat wil ik eigenlijk ook. Ja, de beste tip. Ik wil gewoon even positief eindigen. Ja, wat is de beste tip voor jou, jou? Dit zijn allemaal tips die voor iedereen heel toegankelijk zijn. Ik vind denk ik de allerbelangrijkste is dat je de basis op orde hebt. Dat je niet te groot denkt. Dus dat je goed slaapt, goed beweegt en lekker vers en gevarieerd eet. Ja. En veel, die basis op orde, veel seksualiteit? Het is absoluut, maar staat dat valt onder het bewegen. En dan staat er bij elke tip staan dan routines, zodat je het ook echt vol kunt houden. Ja. Okay. En dit is 1 van 50 tips, is inderdaad. En dan staat er ook nog eens... Weet wat je aan supplementen kunt hebben en wat niet. Hij is gewoon jaloers. We hadden ook na 4 zinnen kunnen agree to disagree. Nee, maar ik wist wel een beetje dat hij ging komen. Omdat ik word namelijk bij elk artikel weer gebeld. En ik zeg elke keer, ik wil niet tegenover de medische wetenschap staan. Want de wetenschappers waar ik contact mee heb, die zijn op een heel ander veld bezig. Niet weer beginnen nou. Die zijn al veel verder. Nee, maar het is gewoon jammer. Van, ja, richt je pijlen nou op die organisaties die de mensen ongezond houden. En niet de mensen die commercieel bijdragen aan gezondheid. Ik vind er staan 49 fantastische tips in. Die hebben we ook een beetje behandeld. Ja. Maar elke zin die je zelf zegt, die kost ook weer een seconde. Wij gaan zo even goed knuffelen in de break. Ja. Nou.